Week 2. Mag ik een tromgeroffel? Voor Luc Hassen! Jullie hebben hem enorm gemist afgelopen week, maar hier is hij dan. De man. Was er gewoon, ik was er wel gewoon hoor. Luc, laat je billen zien. Hazen. En je moest nog voorgesteld worden. Dit is meneer Werner Wenslau. Hallo! Los wel. Goed jongens, het is vandaag woensdag. Ja. Oh! Dat is alleen voor ons. Jullie hebben alleen met zijn liefje. Ja. Oké. Ja hoor, dat had ik nog niet door. Jullie wel. Jeetje! Oké, daar gaat hij. Oké, we zijn nu dus even iets aan het repeteren. Het is misschien wel leuk om te zien dat als je iets oefent, het super lelijk kan zijn. Komt ie. Ja. Het is echt een drama hoe ik dit heb opgeschreven. Dit. Ja, goed. Wat vind jij daar? We zijn aan het kijken naar de kleding. Christmas night. Heel leuk, maar er zijn net twee meisjes die naar huis gestuurd zijn. Ja, die zijn er. Ja, deze. Zij zijn afgewezen. En zij gaan vanmiddag shoppen bij de Action bij de Vibra. Hi. Wat trek jij aan? Een opa onderbroek. Ach, super. En verder niks? Nee, precies. Je moet het laten, wat je moet je laten zien. Ja. Wie ben jij? Ik ben Laus. Laus Steenbeke. Maar jij mag Lausje zeggen. Zeg jij maar Laus. Op dag 4 deze kerstmis gaf lieveling aan mij 4 dure uurs. 3 Goedemorgen. Coronaproef repeteren. Is het nu kort, weet je wel? 36.1. Huh? Dat is laag? Ja, ik ben te cool vandaag. Cool Isabel. Hoe is het met de camera? Overhit. Oh, ik moet wel mijn pony wegdoen. Ja, die pony pakt veel, hè. 36.5. Yes! Jullie zijn geslaagd. Fijne repetitie. Dankjewel. Oké, dan gaan we nu over naar voorstelronde nummer 1. Hallo. Wie ben jij? Ik ben Jip. Ik ben 21 jaar. Ik woon in Rotterdam, net als... Oh nee, niet meer zoals de rest van de klas. Wat waren je hobby's voordat je dit wilde doen? Niet, want ik heb altijd alleen maar deze hobby's gehad. Eigenlijk was ik al vanaf Bucky alleen maar hiermee bezig. Oké. Koriander, hè? Lotje B. Hi. Vertel eens even wie je bent. Ik ben Lotje B. Ik
Vertel jij nog even je geheime recept. Mijn geheime recept is 1 banaan, 3 ei, 5 leverworst met suiker, pindakaas, aioli en ketchup. En dan mengen. En waar is dat goed voor? Voor heel veel dingen. Yes. En vooral voor de smaak. Daar word je oud van. Daar word je oud van. Werkt ook tegen de rimpels. Oké, okay, dit is een erg leuk moment, want de elfenpakjes zijn er. Oh, ik moet naar de camera kijken. Ik kan het niet. Vloggen is niet mijn ding. Kijk, oké. Okay, ja, ik vind het helemaal leuk. Yes! Oh my god! Goedemorgen, zo, echt een vlogster. We zijn op dit moment in de zaal, want we gaan wat liedjes pitchen voor de Christmas night die wij gaan doen. Hier achter mij zie je het podium. Ik zal eventjes kijken of ik het beter kan filmen. Daar staat onze Ruiza. Oh. Nou, het is in ieder geval oktober en er staat een kerstboom. Dat gaat goed. Nou, dit is de corona-proof opstelling. En daarachter zitten de echte supersterren van vandaag. Laten we even overschakelen naar mijn heer Van der Laar. Meneer Van der Laar, wat fijn dat u bij ons bent. Dat dacht ik ook. Ja. Hoi, ik ben Jules, ik ben 25 en nu leuk in smoking. Ja, wat is hij knap, hè? Nu wil hij zich wel voorstellen. Nou ja, nu moet ik. Wat ga je zo meteen zingen? Ik ga zo meteen zingen All I Want For Christmas Is You, maar niet de Mariah Carey versie, de Michael Bublé versie. Ja, dat kunnen we zien. Kijk maar naar de schoenen. Sexy. Super sexy. God, dit is echt veel moeilijker dan je denkt. Oké, ik hoop dat dit de vlog niet haalt. Hoi, ik ben Monica Geuze. Nee, ik ben Isabel. En ik ben 23. Ik ben ook een van de co-artsstudenten. En ja, dat is het wel zo'n beetje. Ik hou van zingen en dansen en acteren. Nee, dat is niet waar. Oh, ik hoop dat dit filmpje gewist wordt. Oké, okay, doei! Nou, stel je maar even voor. Ik had het gevoel dat het dat ga ik heel serieus doen. Ik ben Lisa. Ik ben bijna 21. Jules, ja. Helemaal afgeleid. Ik zit bij hun in de klas en ik ben in Enschede. Wat moet ik zeggen? Wat vind je het leukste aan Enschede, so far? Dat ik samen met Aniek woon. Dat is heel erg leuk. En we moeten, nee, grapje. Maar het is heel leuk dat ik met mijn klas woon. En ja, ik kom hier, nou ja, niet echt hier vandaan, maar ik kom uit Lochem. Dus het is een soort van hometown, feelings, achter iets. En gewoon heel anders natuurlijk dan Amsterdam of Rotterdam. Hallo en welkom op het podium. Het prachtig podium. We hebben net allemaal heel mooi voorgezongen. En nu gaan we de promo opnemen voor de Christmas Night met Henk Ruiter. En we hebben net gehoord wat we gaan zingen en hoe het in elkaar zit. Dus nu gaan we dat even repeteren. En dan gaan we het zo meteen opnemen. Hebben we er zin in? Ja, ja, ja. Ik ook. Boodle-doodle-lay, boodle-lay. Jingle bells, jingle bells, jingle bells. Oh, what fun it is to ride in a one.